dramatisch op de 8e editie van het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Ooit begonnen in Amsterdam-Oost, maar inmiddels al uitgegroeid tot een waar festival wat dus hier in de OBA bij het Centraal Station wordt gehouden. Mag ik een hartelijk applaus? Dankjewel. Wat ontzettend leuk om hier vandaag jullie filmfestival te mogen openen. Jullie hebben wel concurrentie van het chocoladefestival. Ik las in het Parool ook dat dit weekend het pornfilmfestival is. Maar als je houdt van Amsterdam, van Amsterdammers, van de verhalen en van film, ja, dan is gewoon de OBA vandaag the place to be. En dat weten jullie allemaal. Amsterdam is natuurlijk al heel lang een stad waar film belangrijk is. We hebben het ITFA, we hebben het AI. Er werken hier ontzettend veel filmmakers, filmdistributeurs, we hebben de filmacademie. En we zijn ook vaak als stad decor voor films en series. Maar we zijn ook een stad waar we omzien naar elkaar, waar we geïnteresseerd zijn in elkaars verhalen, in de verhalen in je eigen buurt. En daarom vind ik het ontzettend mooi dat Kibered Mekonnen het initiatief heeft genomen 8 jaar terug om aan dit festival te werken. En dit festival is veel meer dan alleen wat we vandaag hier gaan zien, namelijk het eindproduct. Het gaat ook heel erg om het proces daar naartoe. Het leren van elkaar, elkaar ontmoeten, onverwachte dingen te zien krijgen over je stad. Zo sprak ik net in de lift met een van de winnaressen van vorig jaar van het lab, Nanette, en die vertelde mij dat in de Dirk van den Broek op het Marie Heinekenplein jarenlang dezelfde verkoper van de Z-krant stond. En toen hij overleed, dat zij eigenlijk eens gaan onderzoeken wie hem allemaal gekend heeft en hoe belangrijk hij was geweest voor heel veel mensen in de buurt. Van harte gefeliciteerd. Het was ook een film die ik heb mogen zien. Indrukwekkend. Vanmiddag is er ook een film te zien over het Streetwise Cycle Team van de Regenbooggroep. Nou, de Regenbooggroep doet ontzettend veel voor de positie van dakloze Amsterdammers in de stad. Ik werk veel met ze samen, maar ik wist nog niet dat zij ook dus iedere vrijdag het mogelijk maken voor mensen zonder dak of thuis om samen een fietstocht te maken. Iedere vrijdag weer liggen er helmen klaar, fietsen. En dat heeft Koen Polder volgens mij op een prachtige manier in beeld gebracht. Waar ik ook door geraakt was, was het feit dat er een film is vandaag over de pleintjes van Sol de Wit. Die heeft Paul Busker gemaakt. Sol de Wit is de grondlegger van de conceptuele kunst. Er is nu een geweldig mooie overzicht tentoonstelling van hem te zien in het Joods Museum. Maar zoals jullie al weten als bezoekers van dit festival, kunst ligt vaak op straat. En Sol de Wit ontwierp dus de tegelpatronen voor de drie pleintjes. Het Februariplein, Koeriersterplein en het Markenplein. Dat is dat pleintje vlak voor de Filmacademie. En die patronen, daarover heeft Paul een film gemaakt. Volgens mij wordt het een geweldige middag. Ik ga snel afronden, maar dat doe ik niet voordat ik Kibred nog even voor hem een heel groot applaus vraag. Want ieder festival heeft het nodig dat er vrijwilligers zijn, dat er sponsoren zijn en natuurlijk makers. Maar ieder festival heeft ook een aanjager en dat is Kibred. En ik wil jullie vragen, geef hem een heel daverend applaus. Lotte, voor deze mooie opening van de dag. Ik hoop dat wij vandaag met elkaar heel erg gaan genieten van nou ja, vooral het samen zijn en het met elkaar kunnen zien hoe wij de stad maken tot wat die is en wat er allemaal leeft in onze mooie stad. Dus zie het vooral ook als die verbindende factor, niet als de concurrerende factor. Nee, we geven juist met elkaar een prachtig beeld van wat onze stad zo mooi maakt. Geniet ervan en dan zien we jullie zo meteen terug voor de Q&A.